iedereen allemaal zeer welkom in het Noordlies Stadion bij onze traditionele persdag. Tijdens de persdag wordt altijd de financiële situatie van de club bekendgemaakt en laat de club weten wat de sportieve ambities komend seizoen zijn. Financiën. Het komend seizoen, beste mensen, zullen wij werken met een begroting van 16,5 miljoen euro. Hij was ruim 18 miljoen euro. Het komend seizoen hebben wij een tekort binnen onze begroting van 2,2 miljoen euro. FC Groningen krijgt 1,5 miljoen euro minder aan televisiegelden dan vorig seizoen. Daarnaast heeft de club ten opzichte van vorig jaar 2000 seizoenkaarten minder verkocht. Toch blijft het spelersbudget hetzelfde. Wij denken als je dat niet doet, dan boei je achteruit, sportief. En dan heb je het risico dat je in een neerwaartse spiraal komt. Rechter rijtje. En dat moet je niet willen. Dus en dan verlies je nog meer ook op je televisiegelden. Verlies je wellicht nog meer seizoen kunt houden, supporters. Dus wij hebben heel bewust gezegd, wij investeren in de spelersgroep, we houden het spelersbudget intact. We investeren in onze opleiding, dat is ook logisch, want talent op één. Wij hebben ook geïnvesteerd in een aantal jonge contractspelers in de onder 23. Ja, en we investeren ook in faciliteiten. Dus je zou kunnen zeggen, ja, we gaan vol op de aanval. Als je de kust niet uit het oog verliest, zul je nooit geen nieuwe oceanen ontdekken. Ja, Hans, ik hoop dat de kust veilig is. Dat we de boot niet gaan missen. En dat we hier aan de Goudkust van het Hoge Noorden mogen zijn. De doelstelling vanuit de spelers is dat we weer de ambitie hebben om te gaan voor de Europese ticket. We willen weer die play-offs gaan halen. We willen het nog beter doen dan vorig seizoen. Toen zijn we 8e geëindigd. En we willen het beter gaan doen in onze thuiswedstrijden. In de thuiswedstrijden hebben we te veel gelijk gespeeld. Daarin zit een mooie winst voor ons te boeken. We willen graag daarin nog succesvoller zijn. In de manier van spelen zoals we die hebben bedacht, creëren we veel, maar we willen het ook beslissender zijn. Met een bepaalde ambitie, met een bepaalde lef, een bepaalde mobiliteit in ons spel. Nou, daar willen we nog succesvoller mee zijn in onze thuiswedstrijden. Kortom, we gaan de strijd aan. En daarvoor heeft FC Groningen een 7e speler aangetrokken. De 19-jarige Mexicaan Uriel Antuna wordt de komende 2 seizoenen gehuurd van Manchester City. Antuna maakte dit jaar indruk op diverse grote internationale toernooien met Mexico onder 20. Uriel Antuna, 6-1. De aanvaller zal vermoedelijk in de loop van volgende week worden gepresenteerd in het Noordlies Stadion. He's goal hungry, he's hungry to create him, hungry to score him. We gaan de strijd aan. Daar hebben we ongelooflijk veel zin in. En op alle mogelijke gebieden.